Eerste vondst met de Pirate Silver Max. Dat is een dopje. Er staat daar een container, dus daar kan ik hem gelijk even instoppen. Dag dopje. Het is een analoge machine met volume, discriminatie en threshold. Nou heb ik de threshold zo neergezet dat hij lekker stil is. Want ik ben hier gewoon maar op een parkje bezig. En ik ga eens kijken wat hij doet. Of hij een beetje kan bevallen. Alvorens ik op een akker ga. Want dat ga ik ook nog doen met deze machine. Stukje lood. Mijn eerste goede vondst met de Apollonia Silver Max. De Pirate. Een gulden. En redelijke diepte. Nou is een gulden natuurlijk wel een redelijk groot ding. Maar hij kwam goed door. En een kwartje. Een kwartje. Ja, daar is die. 25 cent, 1976. En dat is 50 cent. 50 centjes. Ja, en het makkelijke is, ik hoef niet uit te leggen hoe het klinkt, want hij heeft maar twee tonen. Goed of slecht. Of donker voor ijzer en licht voor een goed signaal. En alles wat kraakt of anders is, dat graaf ik nu wel op. Maar dat is over het algemeen folie of dopjes of blikjes. En dit geeft gewoon een mooi strakke signaal. Even een kleine recovery test. Pull-tap, gulden. 50 cent en een kwartje. Laat je niet verrassen door de 5 eurocent muntjes. Kijk, er zit een hele roestlaag op. Het is gewoon een beetje spelletjesgeld. En die geven dus ook een beetje krakerig geluid. Ik kan het misschien laten horen. Het is niet echt een heel overtuigend geluid, maar pak hem wel. Kijk, wat het is maakt natuurlijk op zich niet zoveel uit, maar het is flinterdun. Het is flinterdun en heel klein en het kwam toch uit dat gat. Dus het kleine spul slaat hier niet over. Hier is het anders dan een muntschat. Vandaag hebben we een schroefschat. En de volgende 5 cent zijn een feit. En dan blijf ik me eigen verbazen over het eurogeld wat al helemaal uit elkaar klapt als het een week in de grond legt. En deze ligt, nou hij ligt niet vanaf 91, maar hij is wel vanaf 1991. En met een beetje poetsen zou je hem zo weer kunnen gebruiken. 50 jaar UN. Ik weet niet, ik zal thuis even goed op de foto zetten. Ik weet, ik kan het zo even nog niet helemaal zeggen. 1950. 1996. 1945, 1996. Ik ken hem nog niet. Maar de Pirate heb hem toch voor me naar boven gehaald. Ik ben nu pak een beet, anderhalf uur bezig geweest. Denk ik. Ik heb een rondje om mijn huis gelopen, letterlijk. Langs een slootkantje. Even een trapveldje waar ik eigenlijk al vaker loop. En langs het andere slootkantje weer terug. En dit zijn de vondsten. Dus eigenlijk mag ik wel zeggen dat het helemaal niet zo verkeerd is. Ik ga uiteraard op een akker lopen en dan ga ik hem echt de vuurdoop geven.
dan ga ik ook echt zeggen wat ik ervan vind en wat ik er wel leuk en niet leuk aan vind. Voor nu is dit eigenlijk gewoon even een opzetje voor mezelf om te kijken hoe die klinkt, hoe die zwaait, wat je wel of niet moet instellen. Dus ben je nieuwsgierig naar deze machine? Dan zou ik even opletten, want morgen of overmorgen komt er een nieuw filmpje, maar dan op een akker. Voor nu bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.